Zundert, hier zijn ze altijd met Van Gogh bezig. In het Van Gogh atelier, vlakbij het beroemde beeld van Vincent en zijn broer Theo, werkt een kunstenaar aan een bijzonder beeld. Ik noem het installatie eigenlijk. Dat is een compositie van 5 figuren. Die zijn verbeeldende figuren van het schilderij van Vincent van Gogh, aardappeleters. Dragan rijgt de aardappels stuk voor stuk aan een skelet van metaaldraad. Een geduldwerkje, want er zijn nogal wat aardappels nodig. Maar ik denk per figuur ongeveer 50 kilo, zoiets. 40, 50 kilo. Dus. En tafel misschien zoiets. Dus dat is 300. Op tafel liggen de tekeningen die Dragan als voorbereiding op het project maakte. Het zijn kunstwerkjes waarmee je de werking van donker en licht bestudeerde. Toen ik hoorde dat ik zou krijgen die mogelijkheid om verschillende aardappels, verschillende kleuren van aardappels te hebben, dan zeg ik, oh, misschien kan ik iets even spelen met die kleuren. Dat is toch een schilderij. Als het werk klaar is, blijft het nog een poosje staan. Met dit materiaal loop je dan wel kans op rotting. Ja, of verdrogen gewoon. Ze kunnen krimpen misschien, dat vind ik fijner. Maar die kleine zie ik dat ze hebben wat minder voedingsstof en ze gaan sneller uitlopen en rotten eigenlijk. Maar die andere, bijvoorbeeld die wat langere, kleine, gele, die zijn heel goed. Dus ze kunnen zeker nog een 2-3 weken zo laten staan. En zo is die toch een echte aardappelspecialist geworden. Heeft hij er al gegeten? Ja, rode heb ik al geproefd. En ik heb nog daar 2 die zijn overgebleven. Die zal ik later opeten.